ik ben nu aangekomen in Amsterdam-Zuid. Ik heb vandaag een YouTube-workshop bij het hoofdkantoor van Google. En ik ben hier nog nooit geweest. Heel veel hoge gebouwen. Ik ga nu even kijken waar het is. En ik neem jullie mee vandaag. Ik lijk nu wel een beetje op mijn moeder, want ik heb totaal geen richtingsgevoel en ik weet niet waar het is. Ik ben gelukkig ruim een half uur op tijd. Dus even kijken of het hier in de buurt is. En het is een heel hoog gebouw, een soort van toren. En ik heb ontzettend last van hoogtevrees, maar ik laat me niet kennen natuurlijk. Ik hoop dat het meevalt. Ik heb er wel zin in, ik ben echt benieuwd. Nee, het is niet zo hoog. Oh lord. Nou, daar gaan we. Kwart voor vijf, de workshop is net klaar. En het was echt super vet, echt hartstikke gezellig ook om andere YouTubers te leren kennen. En het was gewoon echt buiten adem. Super tof, dus ik ga nu snel naar huis toe. Ik denk dat ik nog 2 uur in de trein moet zitten. En ja, ik heb mijn gezin wel gemist. Dus ik ga lekker naar huis toe, even met de kindjes kroelen. Badritueel, avondritueel. Eerst maar even kijken of ik de goede trein kan vinden. Nou, ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. En ik zie jullie volgende keer weer. Doei! Ik ben er weer. Nou, ik wou wat met jullie delen, want ik film eigenlijk standaard met mijn iPhone. Gewoon omdat het gewoon lekker makkelijk is en snel bij de hand. Maar ik was echt al zo lang op zoek naar een goede camera, vlogcamera. En die heb ik gevonden en ik wou hem gelijk eventjes met jullie delen. En dan zeg maar switchen naar die andere camera om te kijken hoe de kwaliteit is en zo. Dus ik ga jullie het nu even laten zien. Nou, dit is mijn nieuwe aanwinst. Het is een Sony A5000. En het is gewoon echt een hele compacte camera. Licht en makkelijk om mee te nemen. Hij heeft wel zeg maar zo'n lens. En de reden waarom ik hem gekocht heb, is dat dit scherm aan de achterkant kan je omhoog klikken. Kijk, super handig. Ideaal voor selfies. En er zit ook wifi op, dus je kan hem zeg maar gelijk Instagrammen. Maar ook ideaal voor te vloggen. Kijk, even kijken of je aangaat hoor. Wee! Kijk, kijk, zie je? Dus dan kan ik zo vloggen en nu met mijn iPhone en straks met deze camera. En ik denk dat jullie het ook wel fijner vinden om te zien qua beeld. Hoop ik. Ik ga hem even uittesten. En hij filmt. Oké, ik ben nu dus op die Sony camera. Gelijk even testen met jullie.
En ik denk het eerste wat opvalt is dat de omgeving al wat wijder is, zeg maar. De camera kan wat meer opnemen. Ik weet nog niet of de kleur goed is. Mijn huidskleur en zo. Misschien dat het een beetje faal is. Maar ik moet ja, op mijn gemakje nog even de camera installeren. En ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe het eruit ziet op de computer. Gelijk even een. Wow. Oeh. Oh lord. Make-uploos. Ik pak gelijk even dit moment om even met jullie bij te kletsen. Want. Ja, gewoon eventjes mijn gedachten legen, want de afgelopen weken zijn gewoon zo ontzettend druk. Ik ben begonnen natuurlijk met die Fit Challenge en ik probeer 5 dagen per week te sporten, maar ik heb gemerkt dat het gewoon niet realistisch is in mijn situatie. Druk met de kinderen, met mijn blog, het wordt ook gewoon steeds drukker. Er gaat gewoon heel veel tijd in zitten en op dit moment ben ik een beetje aan het verdwalen in. Ja, en al mijn bezigheden. En ik ben zelf zo'n persoon. Ik heb ja, heel veel passie en ik ben heel creatief en ik wil het liefst al die dingen doen. Maar dan ben ik ook nog zo perfectionistisch dat ik dan een apart fashionblog start. Want dan wil ik ook, heb ik een bepaald plaatje in mijn hoofd en dat wil ik dan weer ja, uiten. En dat moet allemaal weer zo. En ik wil alles zelf doen en met die Fit Challenge, ja, dan ben ik ook geen opgever en dan wil ik ook alles doen. Maar ja, ik ben maar gewoon één persoon. Ik kan niet alles. Dus ik moet duidelijk eventjes een realistisch schema voor mezelf opzetten van oké, hoeveel tijd heb ik? Wat kan ik? Wanneer kan ik wat doen? Maar ook gewoon mijn eigen grenzen aangeven van ja, goed is goed en klaar is klaar en meer kan er niet bij. En ik, ja, ik loop, nou, niet dat ik echt achter de feiten aanloop, maar ik zorg niet echt goed voor mezelf. Ik sport wel en ik eet 's ochtends wel goed. En tussen de middag, maar 's avonds vergeet ik gewoon mezelf. En 's avonds, tenminste 's nachts, moet ik ook gewoon echt mijn nachtrust pakken. En dan ga ik er ook gewoon nog 1 of 2 keer uit voor mijn zaterdag die zijn speentje kwijt is. Het lijkt een beetje op een circus die niet stopt. Dus hopelijk over een paar weken is alles weer in balans. En de kinderen waren natuurlijk 3 weken ziek geweest. En die zijn nu weer beter. Dus hopelijk is het gewoon even een chaotische periode. En is daarna alles weer soepel. En alles, gaat alles weer gewoon vloeiend. Voor de rest gaat alles goed hoor. Maar ik wou toch eventjes bijkletsen met jullie. En er komen nog wel genoeg video's aan. Maar ja, de afgelopen tijd ja, ben ik even een beetje de controle kwijt of zo. Maar dat gaat allemaal goed komen. Iedereen heeft wel zo'n periode in zijn leven, toch? Binnenkort komt trouwens ook die Q&A. Ik weet niet of jullie nog kunnen herinneren dat ik ooit een Q&A heb gevraagd via Instagram, maar die komt er nog aan. Ik ga hem proberen zo snel mogelijk op te nemen en dan kunnen jullie er ook weer bekijken. Mocht je nog andere ideetjes hebben voor video's, laat het me zeker weten, want dan kan ik natuurlijk ook weer mee aan de slag of misschien leuke ideetjes voor mijn blog of zo. Is ook altijd welkom. Ik ga de vlog dan nu afsluiten. Ik hoop dat je het toch leuk vond om al die korte fragmenten allemaal te zien. Ja, genoeg gekletst. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende keer weer. Doei! Hallo, nou, ik vond het echt verschrikkelijk. En tijdens deze challenge kreeg ik wel een schema om te gaan hardlopen. Dus ik had al zoiets van, oh my god, hoe ga ik dit doen? Want ik